Hey mensen, je kijkt naar Spookjes in Snelf en welkom bij een nieuwe aflevering van... Een nieuwe aflevering? Ja, welkom bij Call of Duty Ghosts Multiplayer. En dit speel ik op de PlayStation 4 samen met Mr. Tuning 1990. En ja, console shooter gamen, dat ben we niet goed in. Dus dit wordt heel erg lachwekkend, hoe slecht. En daarom neem ik het op. Eigenlijk is dat de reden waarom ik het opneem. We gaan Gun Game spelen. Die is toegevoegd in de multiplayer. En die spelen we op Tremor blijkbaar. Ja, ik ben heel slecht hiermee. Ik ben veel beter met een... Kut, mijn muis die zit... Kut, daar gaat mijn beeld. Mijn muis zit onder mijn beeldscherm. Met een muis... Zie je dat? Ja, dat zie je. En met een toetsenbord. Dat is veel beter. Vind ik. Dus ik ken dit niet. Dit is voor mij net een kind die leert fietsen. En we gaan nu zien hoe het, hoe het mij afgaat. En hoe het Timo afgaat. Oh, dit wordt zo'n drama. Dit wordt echt zo'n drama. Of heb je er vertrouwen in, Timo? Time to work, soldiers. Misschien wel. Nou, dat is niet helemaal van dit wordt niks. Oké. Okay. Ja, het kan goed gaan, maar het kan slecht gaan. Ah, dat kan het altijd. Ik ben echt slecht. Ja. Pff, ik kan dat niet hoor, met een controller. Oh, begin ik meteen in die defensieve fase. Dat is echt... Jullie weten hoe goed ik het deed met Black Ops 2. Nou ja, dat gaat hier niet gebeuren. Ah, kom op. Er remmen twee vlammen. Waarom raak ik niks? Hé, hey, ik schiet met lasse vlammen. Ja, schiet jij met lasse vlodders? Ja, ik denk het wel, want er rennen er twee voor me en ik raak niks. Oké. Okay. Rennen de twee. Je rende de? Ja, het was verleden tijd. Ja. Toen was ik dood. Wat zeg je nou? Kom op! Er rent voor mijn fucking neus, waarom raak ik geen één enkele kogel? Ja, tuurlijk, hij raakt elke fucking kogel, natuurlijk. Godver. Ik heb die meer te kast lopen geschoten. Okay. Serieus, één fucking kogel. Was ik dat? Ja. Ja, één kogel. Ja, je kwam. God, ik krijg geen eens kans om te richten, man. Ik weet nog niet hoe het werkt op de console eigenlijk. En dat probeer ik uit te vogelen. Ik probeer te snappen. Ik sta er wel voor open, alleen... Ja, dat heeft zoveel tijd nodig altijd. Oh. Vooral als je je hele leven op de PC shooters hebt gedaan. Wow, ik zag hem niet eens. Oké, okay, die laatste kogel die... ging blijkbaar 63 graden naar rechts of zo. Oh, wauw. Want hij schoot naar voren en ik stond de rest van hem en ik kreeg wel die kogel. Zo, iemand heeft 5 kills. Call of Duty logica. Ja, wat vind je van de Ghost multiplayer? Ik weet het niet. Ik vind het wel leuk om soms te spelen, maar na twee potjes, dat deed ik eigenlijk al. Bleh. Van alle game modes staan. Oh, dit is zo'n geweer. Ja, ik wist nog het geweer nog niet eens. Ik ben gewoon dik aan het... Falen! Oké, die schoot niet op mij. En dan ben je de schemel shit, hè? Ik ken al die geweren ook niet, weet je, met Gun Game. Nee, ik ook niet. Dus ja... Soms dan hou ik hem ingedrukt en dan blijkt het zo'n pief-pief pistooltje te zijn. Pief, paf, poef. Wow, ik dacht dat dit een sniper was, oké. Lol. Wat? Nou, die is bij zijn laatste. Eén shot te doen. Ik begin dan zo iedere keer van één zo poep ja, te doen met mijn trekken. Is het gewoon een heel machinegeweer. Oké. Okay. Er is al iemand bij de laatste gun. Oh jee. Ja. Oh, you fucking kidding me? Ja, ja, ja. Ik ben de laatste kill weer, denk ik. Weer de laatste kill, jij? Ja.
Zie mijn raket! Want ik was die met de raket. Actieshot. Ja, ik was die met de rocket launcher. Holy shit, die perfectionist die is wel heel erg voor ons. Zag je dat? 9 kills had ik, derde plek. 10 kills had de ander. En die perfectionist dus 19 kills. Dat zijn dus 20 gun ranges. Ja, hij gaat ook meteen weg. We gaan nog een potje doen. Je hebt dus, als, voor de mensen die niet weten wat Gun Game is, je hebt 20 guns als het goed is. En als je iemand ermee killt, dan ga je door naar de volgende gun. Als iemand je knijft, dan ga je weer een stapje terug. Het is zeg maar een ladder die je langs gaat. Dat vind ik nog best leuk om te doen. Maar met een controller, ik heb dat nooit gedaan. Ja, ik heb dat nu wel gedaan natuurlijk, maar dat leer je ook niet 1, 2, 3. Maar ik vind het wel leuk. Het is echt hilarisch soms. Je zou het eigenlijk moeten vergelijken met mijn Black Ops 2 PC gameplay. Maar ik vind het wel leuk om op de PS4 een keer een shooter te spelen. Vroeger had ik zo'n PlayStation 1. En dan had je zo ook van die schietspellen op de PlayStation 1. Maar toen waren schietspellen nog heel kut op de console. En ik denk dat ik vanaf toen ook gewoon nooit meer dacht van ik ga iets op de console spelen. Een schietspel. Op PC was altijd super makkelijk. Of makkelijker om vrijer te zijn, zeg maar. In je bewegingen. Ja. En dat is het nog steeds. Maar het is wel grappig met een controller nu. Ja. Die kill had nu al een geweer, wauw. Oké, we beginnen net echt 2 seconden. Hey, doei. Oh my god, are you kidding me? Dat is niet cool. Dat is niet cool. Nou Timo, we staan beide, staan we laatste. Nou. Ik haat die gun, ik haat deze gun. Ik haat deze gun serieus. Oh, I love this gun. One hit kill. God freaking. Oh, what? Double kill. Ik had ze beide. Ik had het niet eens door. Ik ben echt soms moeilijk om het te zien. Au, au. Ja joh, ja. Nice. Wel, je stond daar boven de berg, jij camper. Ik? Nee, zo oh. Ja, dat zag ik niet. Wat slecht van mij. Als jullie horen die piepen, excuses, dat is mijn hond. Oh, ik dacht mijn... Oh mijn god, echt dat automatische aimen. Soms gameplay wordt er wel heel anders van potjes. Dat moet ik wel zeggen. Je kan geen hoek omkijken of ze schieten al raak. Omdat als ik dit doe, dan word ik geassisteerd op de player. Dus ja, je hebt een hele andere soort gameplay. Oeh. Auw. Waar komt dat vandaan? Oh, joh. Oh, jezus. Ik schrik me dood. Kom maar. Kom maar, kom maar. Oké, dan niet. Dan ga ik wel weer dood. Hè? Ja. Dat verwachtte ik al. Jezus, komt er ineens een eentje hoekje om. Godverd, er komt er een hoekje om. Zo! Ho! Nee, gaat die auto kapot? Oh jongens, jongens, jongens toch. We moeten hier toch wel eventjes doorgaan. We stonden tweede. Ja, ging ik tegen die tankholster aan. Dat is mooi. En dan blijf ik vastzitten met een fucking grenade launcher. Auw.
Ja joh, ik wil van voor en achter even genaaid. Ja. En dan weer van achter. Oké, okay, mooi. Kom op. What the fuck? Staan er ineens weer twee mensen? Volgens mij had ik hem. Ja, je had hem wel. Die Nickboy staat eerst en die had ik nu. Waar kwam dat vandaan? Oh, wacht eens even. Ah, kut, er stonden twee man. Ik deed zo erg mijn best voor die twee mensen. Ga ik weer tegen die tank holsteren. Hoppakee, wow, knifed. Ja. Dit is goed. Ik heb die Nickboy geknifed, jongen. Echt serieus. Sorry dat ik soms zo stil ben, want ik moet me hier altijd extra voor concentreren. Maar ik heb die Nickboy heb ik geknifed, waardoor hij... Oh, Jesus! Waardoor hij weer... Er is er één daar aan het spammen met de grenades trouwens. Ja! Yes! 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 Oh! Dat is man. Yes! Eerst een gun game op de console! Door een PC-gamer die gewoon 15 jaar lang achter elkaar op de PC gamet en gewoon nu een aantal potjes Call of Duty Go speelt. Yes! Yes! Dilemma, jij helemaal bovenaan, ik hem onderaan. Alright, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Hoeveel duimpjes omhoog kunnen we halen? Hoe meer duimpjes omhoog, dan komt er misschien in een andere aflevering van Call of Duty Ghost Multiplayer. Leuk! Tot de volgende keer! Yo! Ah.